Goedemorgen. Hoe lang is het geleden dat ik op deze manier een video open als een soort vlog? Oh mijn god. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben bezig met mijn make-up, zoals je kan zien. De basis zit erop. Maar vandaag neem ik jullie gezellig mee, want ik ga gezellig kringlopen met mijn moeder in Ommen. Ommen heeft volgens mij 4 kringlopen. En die zitten allemaal heel erg dicht bij elkaar, dus dat is echt leuk. Vorige keer zijn we naar 3 kringlopen geweest. En nou, omdat het zo dicht bij elkaar zit, kun je er gewoon lekker gemakkelijk heen rijden. En het is gewoon echt een hele leuke kringlopen zijn daar. Dus 1 favoriet, waar ik er altijd slaag. Mijn moeder ook, dus die zou ik zeker nog even benoemen. Dus vandaag neem ik jullie gezellig mee. Kringlopen, I love it. Ik heb verder niet per se wat nodig. Eigenlijk helemaal niks, maar ik vind het altijd wel leuk om even te snuffelen. Wellicht wat voor me uitzet. Mocht je mijn uitzet video nog niet hebben gezien, zou ik hem hierboven even linken. Maar eigenlijk mag ik echt niks meer kopen, dus dat ga ik ook niet doen. Ik ga even verder met opmaken, want daar was ik dus mee bezig. Maar er kwam dus een heel erg leuk pakketje binnen van... Staat het hierop? Ja, Look Fantastic. Nou, ik was me dus net aan het opmaken en terwijl ik me aan het opmaken was, dacht ik... Wacht, er ligt een pakketje klaar met prachtige make-up items. Ik heb namelijk wat make-up items besteld via Look Fantastic. En dat wil ik echt heel erg graag laten zien. Dit moeten jullie zien. Dit is echt geweldig. Maar met deze kortingscode krijg je tot 20% korting bij Look Fantastic. Op echt van allerlei soorten producten. En 5% korting op al producten die afgeprijsd zijn. Dus in de sale zijn. Bij Look Fantastic kun je eigenlijk dus alles bestellen. Echt letterlijk alles. Van haarproducten tot lichaamsproducten tot make-up. Van elk merk eigenlijk is daar wel te koop. Dus echt heel chill. Ik zal het in de beschrijving linken. Maar ik wil heel erg graag even laten zien wat ik heb besteld. Want oh my god. Helemaal, helemaal geweldig. Het is geen betaalde samenwerking. Maar ik heb de producten wel opgestuurd gekregen. Ik ben echt... helemaal in extase. Als allereerst heb ik deze Estée Lauder dagcreme besteld in een 50 ml. Nou, en mijn dagcreme is bijna op. En mijn vriendin heeft deze. En ik heb die een keer gebruikt en die was zo fijn. Dus dacht ik, ja, ik ga deze ook bestellen. Dus deze dagcreme heb ik daar besteld. Mijn droogshampoo was op, dus ik heb deze ook besteld. Dit is de Hair Burst droog shampoo. Geen idee, ken ik niet. Ik vond hem er leuk uitzien. Roze. Ik ga het gelijk maar even indoen. Ik ga morgen naar de kapper. Dus dan word ik eigenlijk weer wat blonder. Ik ga er niks af doen qua lengte. Maar hij ruikt heel lekker naar kokos. Voelt wel lekker aan. Dan heb ik een nieuw Naked palette van Urban Decay. Ik heb de Naked Heat palette zelf al ooit gekregen voor mijn verjaardag. En nu heb ik hem besteld. Het is een beetje met lichtroze tinten. Ik vind het echt prachtig. Heel, heel, heel erg blij mee. Fixing spray. Ik gebruik deze altijd van MAC. De Prep and Prime. En die hebben ze hier dus ook te koop. En wat trouwens ook chill is. De producten zijn vaak wel goedkoper dan als je hem bijvoorbeeld zelf bij MAC bestelt. Dus echt een aanrader om bij Look Fantastic even te kijken naar de producten. Want ze zijn net wat goedkoper. Iets van NARS. Ik heb nog nooit iets van NARS gehad. En ik wil dit al heel erg lang proberen. Ik heb hier de NARS Laguna bronzer in het mini. Nieuwe backup mascara, de Maybelline Sky High. Die vind ik heel chill. Mijn is bijna op. En ik heb nu de MAC, hoe heet die? Lightscapade. Ja. Heb ik uitgekozen. Dit is dus een highlighter. Een hele mooie glans. Wauw. Die ga ik ook opdoen vandaag. Deze heb ik erbij gekregen. De Estée Lauder Night Repair voor onder je ogen. 3 ml. Oogcreme. Oh mijn god, dit is echt heel erg schattig. Ik heb hier het Copper Oogschaduw paletje. Echt helemaal vloerkleurtjes. En als laatst, deze werd me aangeraden door het PR-bureau zelf. Deze moest ik proberen. Dit is van Christophe Robin. Ik ken het zelf niet. Een haarmasker. En deze blijkt echt heel erg fijn te zijn. Dus dit is gewoon een hydrating haarmasker. Ik vond dit tubetje ook wel fijn. Ik ga dus naar Afrika. Dus ik dacht, oh, dit is echt ideaal. Nou ja, mee te nemen. Op reis. Oeh, de geur is wel lekker. Oh, de geur is echt thee. Het ruikt naar groene thee. Dus dat zijn items die ik heb gekregen van Look Fantastic. Ik ga mijn make-up afmaken. Ik ga sommige items even gebruiken. Ik zal de link in de beschrijving zetten naar de website. Ik ga hem snel klaarmaken en dan neem ik jullie mee naar de kringloop toe. Wat ik trouwens wel leuk vind om te kijken bij de kringloop. Ik lees dus echt pokkenveel.
Ik heb al mijn boeken al bijna weer uit. Vorige keer bij de kringloop had ik natuurlijk de Divergent reeks gevonden. Of nou ja, deze twee. En deze heb ik dus op Vinted gevonden. Nou, ik ben dus nu bij het tweede deel. Ik heb daar waar de rivier kreeften zingen gelezen. Die heb ik dus alweer uit. Ik heb gewoon heel veel boeken weer uit. Hierna heb ik dan nog Divergent te lezen. Ik heb de Hunger Games boeken heb ik. Allemaal. Dus daar kan ik nog wel even mee vooruit. Maar ik wil even kijken of ik deze vind. Deze. Het Labyrinth. Die film is echt heel erg leuk. Van Kate Moss. Of ik daar het tweede deel van kan vinden bij de kringloop. Maar eerst nog even een Vinted pakketje inpakken, want ik heb weer wat verkocht. Sneak peek! Oh my god! Dit is echt het schattigste ooit. Hi lieverd. Oh. Nou, ik ga met mijn moeder naar de kringloop in Ommen. Hallo. Hallo. Hallo! En ik noem mijn moeder dus altijd moeder. Moedertje. Moedertje. En mama noemt mij altijd Flora. Flora. Dus dan, als ik deze video heel vaak zeg moeder of moedertje, dan weet je dat dat gewoon een bijnaam is. Let's go! Nou, we zijn er bij Nogus en... Hoe zeg je dat? Nogus of Nogus? Nogus en Nogus. Nogus en Nogus. In Ommen. Dit is echt onze favoriet. Ja, allemaal paasdingen zien we al. En het zonnetje schijnt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kijk altijd nog even bij... cocktailglazen voor Pornstar Martini of zo. Het is best een mooi bierglas. Ja. Er staat best wel hard in muziek. Lasagne schotel. Nu zie je ook dat gerookte glas. Dat zie je nu heel erg veel natuurlijk. Schattig. Echt lelijk, maar wel schattig. Hier, voor Valentijnsdag. Allemaal rozen. Maar ja, dat is al geweest. Oh ja, kristalglazen. Zijn overloop, deze kleintjes. Ja, dat is snoetig. Leuk, hè? Ja. Hé, dit is die nog kleinere variant van jou, de mama. Ja. Leuk. Ja, maar ja, je hebt er al zoveel. Wat doe je hier nou in? Een garnalencocktailtje of zo? Weet ik veel. Weet ik veel. Oh, leuk. Beetje vintage. Lepeltjes. Het is hier altijd wel heel netjes. En ja, je hebt ook echt wel leuke dingen. Wij vinden hier eigenlijk altijd wat. Maar goed, zul je net zien dat het vandaag niet het geval is. Kijk hoe cute. Is ook wel mooi. Lekker koffie. Heel veel mokken hebben ze ook. Echt wel schattige setjes zie ik. Ik vind dit ook wel wat hebben. Hier ook nog heel veel kunstbloemen. En ik ga even kijken of ik leuke decoratie zie of iets voor Pasen of zo. Oeh, een marmeren kaarsenhouder. Dat vind ik best mooi, die is 80 cent. Dat is misschien wel iets te donker marmer. Maar ik vind het idee wel leuk. Hier zie ik ook nog wat van marmer. 80 cent. Heel fout, maar echt heel schattig. Een kaars in een paddenstoelvorm. 40 cent. Echt heel cute. Ook heel veel spiegels en lijsten. Wat zijn dit? Fotolijstjes of zo. Ja? Van die paashaasoren. Wat? Bij dat paashoekje. Oh, daar heb je een paashoekje. Daar kijk ik zo wel even. Kijk hoe cute. Oh, is wel echt heel vies. Oh ja. Maar voor Pasen, weet je wel. Licht roze en dan geel. Echt heel schattig. Heel leuk. 2,50. Die licht roze is schattig. Heel erg veel. Ook wel op kleur gesorteerd. Dus dat is wel echt fijn om zo te kijken. Nou, speelgoed. Hier nog glas. Even kijken of daar nog wat moois bij staat.
Deze karaf is ook wel vet. Ik vind het kristal aan de onderkant. Die rotan laden kastjes zie je nu ook heel veel. Deze is een beetje kapot. Maar dat vind ik ook wel wat hebben. Gos. 50 cent. Dit is echt heel schattig. Oké, okay, deze neem ik even mee. Ik zag dat daar ook allemaal Pasen was. Dus daar ga ik eventjes kijken. Dat vind ik altijd wel leuk. Van die seizoensdingetjes. Kijk. Vlinders. Heel veel Pasen. Mandje. Hier ook nog heel veel dingetjes. Voor Pasen. Het zijn allemaal kaarsjes. Wel grappig. Als je een paasbrunch doet om dit dan te branden of zo. Allemaal eitjes. Ook leuk om te do-it-yourself. Lekker te schilderen. Pompoenen mag ik echt niet meenemen. Want ik heb het laatst alweer ook meegenomen. Maar 50 cent. Je hebt heel vaak bij de kringloop dus pompoenen. En die kun je dan gewoon overspuiten. Voor decoratie met de herfst. Ik vind deze echt leuk om over te spuiten. Maar ga ik niet doen. Dit is ook echt een cutie. Happy Easter. Ja, maar dat kan ik niet goed vast. Nee, maar. En hier allemaal eierdoppen. Jawel, dat is. Schattig deze. Grappig, die. Konijn. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. En als je dan hierdoor naar achter loopt, zijn er nog tassen? Daar kijk ik zo even, maar het is een beetje druk. En hier nog wat glaswaar. Soms zie je echt van die bijzondere dingen, hè? 1 euro. Ik zie ook hier heel veel van dat gerookte, gekleurde glas. Dat heeft ook al wat. Deze. Dit kan ook echt leuk zijn. Met fruit erop of zo. Hoe duur zou dit zijn? 3,50. Nou, je kan hier ook stekjes kopen voor planten en zo. Dat vind ik ook altijd wel heel leuk dat ze dat hier ook gewoon verkopen. Hier een gouden stalen mand. Dit mandje is zo cute. Heel veel tijdschriften ook. Daar kijk ik nooit tussen. Want dat heb ik niet nodig of zo. Maar boeken ook. Hier, daar is mijn moeder. Mama, kijk, schattig. Schattig, hè? Ja. Waren nog leuke boeken? Oh. Makes a world of difference, so you make me strong. Hier had ik het laatst over met een vriendin. Ik zie dus heel vaak de boeken van 50 tinten. Maar dit blijkt echt heel leuke boeken te zijn. Waarschijnlijk als je de film kent, dan weet je dat wel. Maar mijn stiefmoeder heeft deze hele serie, dus dat wil ik niet gaan kopen. Dat ga ik dan gewoon een keer lenen van haar om te lezen. Maar die vind ik heel erg vaak bij de kringloop. Hier een gehaakte poef. Misschien hangt er nog wat leuks bij de lampen. Oh, dit is ook echt helemaal een ding nu weer, hè? Even bij de kussentjes kijken. Ik vind deze best leuk. Er zijn er 2 van. 3 euro. Vind je best leuk eigenlijk.
met goud, linnen. Schattig. Oh. Schattig vind ik altijd. Nou, ook wat andere dingen. Ik vind dit ding ook wel grappig. Daar kun je gordijnen mee aan elkaar maken. En dan zie ik hier heel veel... dit zijn pyjama dingetjes. Maar dan loop je hier rustig naar de kleding en tassen toe. Dus ga ik daar nog even tussen kijken. Bij de mannenkleding vind ik hier. De colberts altijd echt heel erg leuk. Daar kijk ik altijd tussen. De jasjes en zo. Maar ik heb op dit moment eigenlijk niks nodig. Maar goed, ik ga wel eventjes kijken. Ik vind dit ook best een leuke polo. Voor Sander. Is nog best een schattig jurkje. 15 euro, dat vind ik dan wel heel veel. Heerlijk mandje. 3,50. Oh, dit mandje? Dit moet mijn moeder echt niet zien. Ik ga het haar laten zien. Zij is gek op dit soort mandjes. Mama, dit is echt wat voor jou. Dat mandje. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. 3,50. Maar ja, je hebt toch... Ja, daarom. Maar ik vond hem echt wat voor jou. Ik zit even te kijken, hè. Ik vind deze dus heel schattig om als decoratie op voor boeken neer te zetten. Maar ik zie nu, ik vind dit kleurtje ook heel leuk, een beetje pastelgeel-oranje. Maar ik zie dus nu dat die, ja, dat die niet meer zo mooi is. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zitten allemaal soort van barstjes in het materiaal. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, maar ik vind het wel leuk om zo op boeken neer te zetten. Maar ja, hij heeft echt heel veel barstjes. Dus ik denk dat ik hem dan toch ga laten liggen. Ja, ik ga hem laten liggen. Oh. Vaarwel. Vaarwel. Nou, het was mega leuk. Maar we hebben gewoon voor het eerst hier niks gevonden. Dus nu gaan we door naar de volgende. En dat is die ene wat de Albert Heijn was. Waar jij altijd hebt gewerkt. Ja, dat is hier dichtbij. Ja, dus dan gaan we daarheen. Willen we eigenlijk nog naar de brokanten? Nee, toch? Dat is wel een tip. Je hebt hier in Ommen ook een brokante. En dat is ook echt heel erg leuk. Oh, hij moet open. Ja. We zijn nu bij Kringloop de tweede ronde. Deze is best wel rommelig, vind ik altijd. Maar wellicht vinden we wat. Het begint eigenlijk altijd wel met die potten en zo, hè? Mm-hmm. Moet jij een mandje of? Nee. Ik wel wat nodig heb, dan zien we het wel. Nou, heel veel meubels. Wat zijn dit dan? Oh. Dit is echt zo'n actionlampje. Oh ja. Oh nee, ik dacht die kun je aan de onderkant aandoen. Maar hier kun je denk ik gewoon een kaarsje in doen of zo. Hier mam, hamsters. Oh, wat klein. Wat zielig. Oh ja, in zo'n ding kan steken. Ja, daar. Maar ik heb echt... Maar kijk, dit bedoel ik met rommelig. Alles staat door elkaar. Alle vormen en kleuren. Nee, ik zie het dan niet. Maar goed, je weet het niet. Hier. Voor de herfst. Van Bassie. Canada. Komt helemaal uit Canada. Hier, dit lijkt wel de schoen van de kerstman. Beertjes. Dit soort potjes had jij ook altijd, mama. Van zo'n toetje is dat. Ja, zat een toetje in. Dat zie ik zo vaak bij de kringloop. Hier, een poes. Hier aan de zijkant zie je dan trouwens nog gewoon ook meubels, maar ja, daar kijk ik op dit moment eigenlijk niet naar. Ja, dit is echt een kammenbakje. Oh, deed je daar kammen in? Ja, en dit is echt oud spiegel. Oh ja, kun je ook nog wel zien. Het is hier ook wat donker, hè? Aan deze kant. Ja, dat zag ik net ook al. Oh, deze vind ik echt walgelijk. Ja. Zit hierin? Ja. Verschrikkelijk. Hier, een goud blad. Dit is echt creepy. Het is ook zwaar. Hier ook weer zo'n beeld.
En op dit potding staat ook een beeld. Echt heel creepy. Half gebrande kaarsen. Nou ja. Hey, dit zijn kaarsen geweest van The Action. Ik was zo'n enge pop. Dit vroeger was met dolfijnen echt... Oh god. Ja. Echt een ding. Laat jij maar even dat denken. Maar dat is van zo'n steen. Vroeger had Brit dit echt mooi gevonden, denk ik. En ze hebben hier zoveel van die gezichten. Kijk mama, weer zo'n eng ding. Ja. En hier ook. Allemaal gezichten. Het is op zich nog wel cute. Oh, eeuw. Maar dat is hetzelfde als dat andere wat we net zagen. Ik vind dat echt lelijk. Ja. Ik zie niet wat eigenlijk. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Er zitten dan altijd wel de pareltjes misschien nog tussen. Nee, is dat een kaars? Is dat een kaars? Voor de lente. Misschien zien we hier nog wat dingen. Echt vet veel ligt hier ook. Dit is op zich nog wel een mooi glas. Maar verder zie ik niet heel veel. Hey, dit heb ik een keer bij de kringloop gekocht voor sausjes. Hier moeten we het wel even bij soort leggen. Zo. Oh. Glitter. Zelf opgeplakt, denk ik. Hier, it's a sparkling day. Oh, hier heb je... Oh, dit is zo'n setje van de Action ook geweest. Wat erg dat ik dat weet. Hello dear, jingle en dan die. It's a sparkling day. Oh ja? Dit is een set. Oh, dus ik hem aan. Ja. Nou, nee. Deze snijplank vind ik op zich nog wel heel leuk. Maar, nee, wij hebben hier niks gevonden. Glaasjes en zo, weet je wel. Zo'n bolpannetje. Nee. Dat ken ik niet. Nee, wat is het? Oh, dat is echt zo'n punch ding. Ja. Van Amerika, zo doen ze dat altijd. Ja. Zie ik altijd in films. Of in series zie je dat ook altijd. Oh, wat eng deze. Ja. Ze hebben echt enge dingen. Wat doen ze dan? Oh, jouw ja, is zo eng. Mama zoekt dus nog een tapijt. Zou deze nieuw zijn? Geen idee, maar hij ziet er wel echt heel mooi uit. Maar mama zoekt nog een beetje zo'n beige met bolletjes. Zou dat bij mijn bank passen? Oh ja. Ja, de bank is net iets grijzer. Iets... Ja, maar dat is toch niet erg? Nee. Ja, ik vind het wel een mooi textuurtje. Ik vind het ook wel een mooi kleurtje. Ik weet alleen niet of ik dit randje zo mooi vind omheen. Nee, maar ja, aan de andere kant zit onder de bank en er staan tafels op. Ja. Ik kan het proberen. We hebben hem. Een mooi onderkind. We gaan er gewoon aan. Mocht het niet passen, gaan we hem of weer doorverkopen. Ja, ga ik doen. Dan gaan we hem doorverkopen op Markt. Oh ja, die is wel cute. Oh. Die is leuk. Dat macramé potje. Voor in de tuin of zo. Maar ja, mam hebben we niet nodig. Moeten door. Maar dan gaan we hem doorverkopen op Marktplaats. Of gewoon weer lekker doneren aan de kring. Dus, en die man, of die jongen die hier werkt. Ik denk dat die ouders hier eigenaar van zijn of zo. Maar die gaat mijn vlog bekijken. Dus als je kijkt, hoi. Ja, jij denkt ik ga lekker zitten en nee, laat Flora doen. Sorry. Oh, dat past makkelijk. Oh, kut. Ja, maar geen slechte review achter. Ik wil eerst nog zeggen, zwaai even allemaal. Nee. Je gaat zo niet filmen. Dat ga ik echt niet filmen. Ja, dat was echt heel gemakkelijk. Ja. Maar we gaan nu even de stad in. En daar is nog één kringloop. Nou, dat is meer een soort, echt al de pareltjes zijn er al uitgezocht. Een beetje vintage. Schat. Het heet ook de schatkamer of zo. Ja? Het is heel klein, maar heel schattig. Leuk. En ook wel wat duurder. Daar gaan we nog even kijken. Even kijken. Vorige keer vond ik daar een blond... Blond Amsterdamse vies. Oh, dat licht. Daar is de schatkamer. Dus daar gaan we nu even naar binnen. Ik die vaas. Welke? Oh, die. Die is mooi. Ja. Ik vond dit ook wel grappig met die koe. Echt zo'n kunstzinnig. Ja, Piet Mondriaan. Ja, schattig. Ook ja, dit is een beetje Pip van vroeger. Pip.
Hier, dat oude. Had ik dat ook zo? Oi, Lily en Pip. Ja, daar ging ik altijd mee spelen. Ja, ik vind het... Oh, wat schattig. Hier zijn kaarsen ingemaakt. Dat kun je ook natuurlijk gewoon doen. En die vaas ook al vet eigenlijk. Grappig, hè? Ja. En die telefoon, ja. Deze stof. Ja, 35. Hier zie je ook weer heel veel dat gekleurde glas. Het is ook weer van dat steen, hè? Beide, maar die ook. 2,50. Het is ook grappig om ringen op te leggen of zo. Ja, die is wel leuk. Zijn dat mokken? Losse mokken? Lijkt er wel op. Zo'n beeld. Dit heb ik vroeger ook gespaard, dat zeskantige. Zeskantige? Dit. Oh, van die glazen. Ja, dat klopt. Die hebben we nog, toch? Nou, wel wat nog. Een paar. Niet alles meer. Ja, dat is wel cute. En dit was het eigenlijk alweer. Dit kleine rondje. Hier ook pasen, mam. Oh ja, geurzakjes. Ja, mam heeft echt zwak voor kristalglazen. Oh, dat is heel mooi. Dat vind ik echt mooi. Is leuk, hè? Ja. Als je dan een paar, zeg maar, op zo'n rek hebt hangen in je kamer. Dat vind ik heel mooi. Hier ook weer dat gekleurde glas. Ik vind dat toch wel wat hebben. Deze vind ik eigenlijk ook wel leuk. Oh, 60 euro. Zou dit dan nieuw zijn? Dat lijkt me dan toch wel. Kijk, deze is ook heel mooi, maar is 20 euro. En dit is ook zo'n glaswerkje. Hier van die perenbakjes voor thee of zo. Hier, we zijn naar buiten en nu zien we die eieren van steen. Vind ik toch wel heel erg mooi. Zo'n beige kleurig of zo. Mama heeft nog wat dingetjes nodig van de Action. En dat, nou ja, was hier heel erg bij. Dus daar zijn we nu even. Ik ga hier niet allemaal filmen wat er is. Want ik ga nog een aparte Action Shop With Me filmen. Ik zal even laten zien. Ik heb nog wat konijnenvoer gehaald. Ook belangrijk. Ik heb deze gehaald bij de Action. Dit is van Fabulosa, de citroen. Ik ben echt gek op citroen. En al helemaal met schoonmaken. Dus dat is heel chill. Mama heeft nog wat pennen. Ik heb hier... Voor konijnen, ik weet dat dit niet heel gezond is, maar mijn konijnen vinden dit gewoon lekker. Dus heel af en toe hou ik dit wel eens voor ze. En toen liepen we langs een echt een mega schattig winkeltje. En toen heeft mijn moeder deze voor mij gehaald. Echt super lief. Namelijk twee kaarsen en die zijn dan beschilderd met van die madeliefjes. Een beetje een crème pastelgeel kleurtje en een roze kleurtje. Dat vind ik heel erg leuk voor mijn kamer. Voor de rest heb ik dus niks bij de kringloop gehad. Mijn moeder heeft nog allemaal planten dingen gehad voor in de tuin. Dus we zijn helaas niet geslaagd vandaag. Maar het was wel weer leuk om even lekker te kijken wat er allemaal was. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ben benieuwd of jij wel eens gaat kringlopen. Wij vinden het zelf heel erg leuk. En als je nog goede tips hebt qua goede leuke kringlopen... In Overijssel het liefst. Let me know in de comments. Want ik sta altijd wel open om nieuwe kringlopen lekker te ontdekken. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot een volgende video weer. Doei doei!